Oké, okay, laten we hopen dat lukt. Lukt het niet, de koek is lekker. Nee, sowieso die sjoer gaat lukken. Het gaat erom dat mensen die er nu niet bij kunnen zijn, die het later op Facebook willen, op YouTube willen zien. Dus, oké. Okay. Excuus voor een klein beetje vertraging. Dat heeft te maken dat ik niet meer kan inloggen. Omdat ik niet de hoofdaccount heb. En dat is dus een nieuw probleem, denk ik dan. Maar dan gaan we kijken of we dat voor volgende week een oplossing voor gevonden hebben. We gaan Mishnah 6:6, dus hoofdstuk 6, Braita moet ik zeggen. Hoofdstuk 6, Braita 6, waar we dus voor de Yom Tovdagen al aandacht aan geschonken hebben. Een hele lange Braita, en zoals jullie gewend zijn, zullen we het behandelen op zo'n wijze dat degenen die er niet eerder bij waren, gewoon vanaf het moment wat we nu bezig zijn, het deel wat we nu gaan leren, kunnen volgen. Even kort. Even naar voren brengen de tekst. En helaas, ik heb hem net hier gescand, ik kon hem niet vinden. En onze scan hier gaat er niet zo heel recht doorheen. Dus, maar dat gaat wel lukken om het te lezen. Mishnah spreekt hier over het bijzondere van Torah. En zal het aangeven omdat we dat zullen zien. Het gegeven dat er heel veel verschillende dingen nodig zijn om Torah goed te kunnen leren en te begrijpen en zich eigen te maken, wordt de vergelijking getrokken met, niet vergelijking, er wordt geplaatst naast Kohuna en Malchut, het priesterschap, een Kohen zijn of koningschap. En daarvoor zien we dat er minder dingen nodig zijn, minder eigenschap of minder privileges aan verbonden zijn. Maar het gegeven dat het getal lager is, wil dus aangeven dat het niet zo hoog aangeschreven is. Niet zo hoog staat dan Torah zelf. En dan worden dan veel punten genoemd als het gaat van wat allemaal nodig is om Torah goed te kunnen leren, goed te kunnen begrijpen en dat zich eigen te maken. Nou, dan zullen we dat lezen in de Nederlandse tekst hier. De Torah-kennis staat hoger dan het priesterschap en het koningschap, want het koningschap verwerft men met 30 bevoorrechten, het priesterschap met 24, terwijl men de Torah kennis verwerft met 48 goede eigenschappen. Dus we zien hier zowel dat het getal hoger ligt, dus de eisen zijn hoger, zeg maar, er is meer voor nodig, dus dan moet het nog een heel bijzonder product zijn, om het even zo te zeggen. Maar ook, waar het om gaat, er zijn goede eigenschappen die er nodig zijn. Terwijl eerder stond er, verwerft men met 30 voorrechten. Dus het gaat niet alleen om, het gaat meer om wat je ervoor krijgt en niet wat je ervoor moet doen. Dus zowel de getallen staan hoger als waar gaat het eigenlijk om? En dus bij Torah hebben we dus 48 eigenschappen zijn nodig. We hebben daar eerder bij stilgestaan. Dat wil niet zeggen dat als ik die 48 nog niet allemaal heb, dat ik dan maar geen Torah moet bestuderen. Dat is een weg, een levensweg. Maar we proberen ieder daarvan goed te begrijpen. En als we dat goed begrijpen, kunnen we dat stapje voor stapje kijken. Hoe passen we dat toe? En dat is een levensweg. Het gaat erom dat men de juiste manier van Torah bestuderen, dat men daar naartoe streeft. En de eigenschappen die genoemd worden, waarvan we in het verleden een aantal, voor de Yom Tovdagen, een aantal hebben genoemd. En dat is hier en wel met de volgende. En wat we afgelopen keer hebben gebruikt was betalmoed, in het Ivriet leren of bestuderen. Gaan we niet herhalen. We hebben gesproken over door nauwkeurig luisteren, bishmiat ha'ozen. En daar waren we gebleven. We hebben uitgebreid bij stilgestaan. We gaan vandaag nog één puntje aan toevoegen. En dan gaan we verder met, ja, eigenlijk wel naar het Ivriet, want het is niet herhaling. Het is voor het eerst dat we het Ivriet ook gaan zien. Dus we kijken hier naar Ve'eluhen. Dat is op de vierde regel voor degenen die hier aanwezig zijn fysiek. Ve'eluhen, betalmoed, dat hebben we vorige keer dus gehad. Het bestuderen, het leren. Bishmiat ha'ozen, aandachtig luisteren. En volgende is Be'arigat sefataim, letterlijk het ordenen van de lippen. Hieronder wordt vertaald behoorlijk uitspreken, maar zeg het ordenen of het articuleren. En dan wordt eraan toegevoegd
Bevinat Halev, hebben we ook dus nog niet behandeld, gaan we vandaag behandelen. Bevinat Halev, Beema, Beira en Beanava, die zullen we, ik weet niet hoe ver we komen vandaag, maar dat is het maximale wat we zullen doen. En gaan we hieronder naar de vertaling kijken, dan hebben we het over begrijpen, dat is Bina, dan Binat Halev. Letterlijk staat dus vertaald begrijpen met het hart, zullen we zo meteen toelichten, dus het begrijpen. En even de tekst er ook bij halen, om niet telkens op en neer te gaan, even met fysieke tekst. Daarna kwam begrijpen, overdenken, oh dat is Binat Halev, eigenlijk samen zou ik het plaatsen. En dan ontzag, eerbied of vrees, dat is Ema, Yira. En daarna Anava, bescheidenheid. En dan komen er nog veel, veel meer, want het zijn dus totaal 48. Nou, we behandelen punt voor punt. En zo is dat ook ieder een apart onderwerp. En zoals we ook vorige keer hebben, eerder eenmaal hebben toegelicht, maar dat zullen we opnieuw doen, is dat soms zie je een soort overlap. Dus dingen, want ze kunnen op verschillende manieren uitgelegd worden. Soms lijkt het heel erg op elkaar, maar we zullen ons best doen om toch het unieke van ieder van deze eigenschappen die toe te lichten. En waar ik vandaag eigenlijk mee wil beginnen, is dat nog even één punt onder de aandacht brengen, is dat deze Mishnah's Braita spreekt dus over het bijzondere van Torah, en dat er dus die 48, die verschillende eigenschappen daarvoor nodig zijn. En vergelijkt dat dan met Kohuna en Malgoed. Of niet vergelijkt, maar plaatst het ernaast. Koningschap en Kohuna, priesterschap en Malgoed, koningschap. Maar het grote verschil natuurlijk is dat Torah is, staat op een hoger niveau. Maar het is wel voor iedereen toegankelijk. Het is voor iedereen mogelijk. Dan wel niet eenvoudig, maar het is voor iedereen mogelijk. Als het gaat om het priesterschap, of je bent een Kohen of je bent het niet. Je kan het niet worden en je kan het niet kopen. Ook het koningschap, we kijken vanuit in het Jodendom, is dat Bierusha, dat wordt geërfd. En dat is weggelegd voor de Malgoed. Het koningschap is aan de Shevet Yehuda. Alleen binnen de stam Yehuda, uitzondering dan van koning Shaul, maar in principe hoort een koning af te stammen van Yehuda, van de stam Yehuda. Dus ook dat, en ook is dus, dat is niet voor ieder die dat zou willen, ambieert. Kijk, als iemand premier wil worden, in principe kan iedereen dat. Ik zou dat niet aanbevelen voor het Verenigd Koninkrijk, volgens mij. Maar iedereen zou het theoretisch zou het kunnen. Maar het malgoed, het koningschap niet. Dat zijn die twee die genoemd worden in de Mishnah. Als het gaat om Torah, dus Torah-kennis. En het niet alleen de kennis, maar dus wat de Torah ons moet komen vertellen. Het is toegankelijk voor ons allen. Goed. Als we dan nog even terugkomen of stilstaan bij Shmiat Ha'ozen, aandachtig luisteren. En dus voor de Yom Tov dag hebben we daar uitgebreid bij stilgestaan. Wat de eenvoudige kant ervan, dat ja, als je goed aandacht geeft, dan kan je het goed in je opnemen. Maar als we ons niet volledig concentreren en in de maatschappij van vandaag is dat steeds minder vanzelfsprekend. Om goed te concentreren, want het is heel moeilijk om dat goed in zich op te nemen. We hebben nog meer daarover verteld. Maar ik wil vandaag nog een stukje, of in de shiur nu, nog een gedachte toevoegen. Ik breng het van het boek van Rav Tversky. En die zegt eigenlijk, wat we hier zeggen, Shmiat Ha'ozen. En ook het volgende wat dus gaat komen, Arigat Svatayim, met ordenen van de lippen. Je kan het zien als een praktisch gewoon. Je moet goed luisteren. Je moet, als je leert, goed articuleren, waar we dus zo meteen verder over zullen spreken. Maar we kunnen het ook dieper zien. En hij gebruikt een voorbeeld in de extreme vorm, wat niet voor de gemiddelde persoon is weggelegd, of eigenlijk voor niemand is weggelegd, maar wel dat er iets van geleerd kan worden. En hij refereert aan aartsvader Abraham. Als we zien dat aartsvader Abraham werd eerst genoemd
Avram. En daarna heeft God de naam veranderd op zijn 99ste. Op 99-jarige leeftijd werd de letter he toegevoegd en van Avram werd het Avraham. En wat betekent, wat is de, als we de letter he nemen, heeft het getallenwaarde van 5. Alef, bet, gimel, dalet, he. Ivrietletters hebben een getallenwaarde. Nou, dus de dubbele letters, de bet, wet bijvoorbeeld, die rekenen we niet mee. Dus het is alef, bet, wet sla je over, want die zeg maar boertjes, om maar even noemen. De gimel is 3, alef 1, bet 2, gimel 3, dalet 4 en he is 5. Nou, wat is de symboliek van de letter 5? Letter he en het getal 5. Abraham wordt genoemd Tamim, was volmaakt. Volmaakt in zijn zijn naar Hashem, naar God toe. Dat betekent dat zijn, hij heeft er naartoe gestreefd en dat is zijn leven gemaakt, dat zijn hele bestaan, zijn denken, zijn voelen, zijn zijn, helemaal in de dienst te stellen van Hashem, van God. Nog een hoger niveau, was niet alleen in zijn actie, in zijn doen en in zijn voelen, maar datzelfde zintuigen niet eens anders kunnen. Dus dat op een gegeven moment niet eens meer een keuze is en ik kies bewust, maar niet anders kunnen dan alleen datgene wat correct is. Dat is natuurlijk niet iets wat voor de gemiddelde van ons is weggelegd. En als dat wel zo is, dan roep eventjes alsjeblieft. Dan wil ik graag nader kennis maken. Maar dat wil zeggen dat Abraham zijn oren, Shmiat Ha'ozen, op een gegeven moment heeft hij zo'n niveau bereikt dat zijn oren niet meer in staat waren om iets te horen wat niet, wat men niet hoort te horen. Lashon Hara, dat ging er gewoon niet van dat het erin zou gaan en dan zeggen, hups, ik wil niet meer luisteren. Dat hij in staat is geweest dat de fysiek, zijn fysieke bestaan het tegen kon houden. Datgene wat er niet bij hoort. Datgene wat zijn mond spreekt, dat het niet meer een stap is dat hij dat moest tegenhouden, zeg maar. Als het ware dat er nog een bepaalde vorm van een strijd is om erover zou moeten nadenken, maar dat het alleen nog maar kan spreken dat wat positief is. En dat zijn ogen alleen nog maar kunnen zien dat wat je moet zien. Nou, natuurlijk is het niet zo dat we hiermee willen zeggen, nou, laten we dat dan maar proberen, want dat is een niveau van Abraham Avinu, van aartsvader Abraham. En tzaddik, die, net zoals er staat geschreven bijvoorbeeld, bij David HaMelech, op een gegeven moment heeft hij in zijn leven bereikt dat hij een tzaddik is geworden, volledig, en dat hij geen Yetzerara meer had, geen neiging tot kwaad meer, die Haragob betaalt niet, dat door het vele vasten, het vele inkeer, dat hij dat niet meer een realiteit voor hem was, maar dat is alleen voor tzaddikim weggelegd, rechtvaardig. En van de gemiddelde mens wordt het niet verwacht om een tzaddik te zijn. Uitgebreid kunnen we dat leren in het boek Tanja, op basis van de Chabad-Chassidische filosofie, wordt genoemd het Sefer Shel Benonim, het boek van de Benonim, van degene die er tussenin staan. Dus wil zeggen tussen een tzaddik, een rechtvaardige, volledig rechtvaardig. Ik bedoel niet iemand die rechtvaardig is in zijn handelen, maar iemand die, als we zeggen het tzaddik, die zijn hele leven niks anders meer kan, als het ware dan alleen juist handelen. En de Rishayim, dus degene die echt kwaad, slecht is. En wij staan er eigenlijk tussenin. Omdat we hebben allemaal een neiging tot kwaad. En ons streven is om alleen maar goed te doen. Maar wij kunnen niet voor de gemiddelde, de gemiddelde persoon is niet in staat om de neiging tot verkeerd handelen. Om ervoor te zorgen dat die niet meer bestaat. Dat neemt niet weg dat we van Avraham Avinu zien dat het de mond, de oren. Dus het gaat hier dan niet alleen over Arigat Shmiat HaOzen. Dat moeten we zorgen op het moment dat wij leren, dat we dan goed luisteren. En op het moment dat we leren dat we de woorden goed uitspreken. Dat is de eenvoudige praktische kant ervan. Maar omdat Torah is kedusha, is heiligheid, is heilig, dan betekent dat ook dat eigenlijk het helemaal niet gepast is
als onze oren eigenlijk zich bezighouden ook met dingen die niet heilig zijn. Dus even iets niet heiligs en dan eventjes ruimte voor Torah maken. Eigenlijk, als we daarbij stilstaan, is dat niet gepast. Maar natuurlijk zijn we niet in staat om tzaddikim te zijn, maar het bewustzijn van het zijn die oren die Torah in zich gaan opnemen, dus extra voorzichtig zijn om die oren niet andere dingen te laten luisteren. En daar gaat Svatijn de lippen die Torah gaan articuleren, die de woorden gaan uitspreken, dat het niet lippen zijn die kort daarvoor of überhaupt ook andere dingen uitspreken die in strijd zijn met Torah. Nou, nogmaals, voor de gemiddelde mensen is het niet mogelijk, heel moeilijk om dat volledig het hele leven zo in controle te hebben, maar het bewustzijn, daarvan bewustzijn, kan zeker helpen. En zeker in de voorbereiding naar het leren. Nou, laat ik nu dan toch wat extra oplettend zijn van, dit is kedusha, dit is iets heiligs, dit is Joodse spiritualiteit. En dat is ook mijn fysieke lichaam, ook op de juiste manier dat zich daarop voorbereidt. Volgens mij ben ik bang dat ik mijn baan moet zeggen, joh. Lior zegt, hij is bijna bang dat hij zijn baan moet opzeggen. Leg uit, Lior. Hoe bedoel je? Ik maak zoveel dingen mee. Oh, bedoel je dat je niet meer met de mensen kan praten? Ik dacht, je wilt specifieke dat je als opticien met de ogen van mensen kunt behandelen. Ik dacht dat je dat bedoelt. Ik moet weten wat ze allemaal bekijken. Ja, ja. Het is niet jouw taak om uit te zoeken wat de mensen die voor jou, bij jou komen voor een bril, wat zij zien. Het gaat erom dat wij, ieder voor zich, goed nadenkt, of daar goed zich van bewust is. Goed. Dan was het volgende punt, dat was dus het ordenen, letterlijk uitgesproken, van de lippen. Het uitspreken. Het articuleren. Ook dit kunnen we eenvoudig uitleggen. Wat betekent dat eenvoudig in de praktijk? Ik wil dat splitsen in twee eigenlijk categorieën. Eén is als het gaat over het Torah begrijpen voor de ontvanger. Dus als ik leer, dus dan ontvang ik, nou van een ander is, of ik leer voor mezelf. Of ik luister naar een shiur. En dus ik ontvang dat. En het kan ook zijn, juist omgekeerd, degene die de informatie overbrengt aan een ander. Dus de leraar. En voor beide categorieën is belangrijk deze boodschap Arigat Svatijn. Als het gaat om beginnen voor ieder voor zich, nou, is het natuurlijk belangrijk dat we de woorden goed uitspreken, gewoon eenvoudig gezegd goed uitspreken. Dat we de woorden, is het goed dat we ze hardop uitspreken, los van het feit dat het heilige woorden zijn, dus dan mijn lichaam is bezig met kedusha, maar ook dat door iets uit te spreken, begrijpen we het beter, kan het zijn dat we het beter begrijpen, onthouden we het beter? We hebben ook bij eerdere Mishneot en andere Mishneot bij stilgestaan. Er is een uitspraak van koning Shlomo in Mishlei die zegt: Ki chayim heim le motz ehem. Het is leven, spreken we over Torah, le motz ehem, voor degene die het vindt. Dus degene die Torah zoekt en vindt, dat brengt hem leven. Brengt ons betekenis in het leven, brengt ons spiritueel in het leven. Maar je kan het woordje le motz ehem, kan je ook lezen als je de klinkers anders zegt, le motzi ehem. Le motzi ehem betekent degene die het uiten, die het articuleren, die het uitspreken. Dus daarmee aangevende dat het uitspreken belangrijk is. Natuurlijk, daarmee onderscheidt de Torah-studie zich van typische andere vorm van studie, want veel is, je leest een boek, je kijkt daarna, je probeert het in je op te nemen. We hebben daar eerder bij stilgestaan bij Torah-studie, als je in yeshiva binnengaat, of een bit midrash, dan wordt er meestal begavruta geleerd. Dus je spreekt het, één leest, de ander luistert, en om, en je gaat ook de wikuach, je gaat in discussie met elkaar, je discussieert het, je probeert het goed te begrijpen, je gaat er nog een keer overheen, enzovoort. Ook als je alleen leert, ook dan zegt men de woorden hardop. Tenminste dat je zelf hoort wat je zegt. Dat is de manier hoe we door al die generaties heen, of nou Gemara open of een Shulchan Aruch of iets anders, hoe we geleerd hebben. Dit wil niet zeggen dat het verplicht is dat als je een boek neemt en je leest of nou Ivrit is op Engels en je wil iets goeds lezen, dat je verplicht bent ieder woord uit te spreken.
Maar als het gaat om, zeker om het gaat om het leren in die ivrietvorm, in die ivriettekst, is dat gewoon een standaard manier van leren dat we dat hardop doen. Dus dat is even een praktische kant. En hoe men het uitdoet en ook dat dat feitelijk ook helpt om het daardoor beter in je op te nemen, om het beter te onthouden. Als je de woorden uitspreekt, moet je ook extra voorzichtig zijn van dat je ze goed uitspreekt. Als je er snel overheen leest, of als het niet snel kan, is de kans groter dat je het misschien toch niet helemaal goed gelezen hebt. Op het moment dat je het ook uit gaat spreken, letter voor letter, woord voor woord, ook dan ben je weer nauwkeuriger en voorzichtiger in hoe je het uitspreekt. Verder is ook het uitspreken, wordt ook mee uitgelegd, dat betekent ook de herhaling. Waar we vaker over gesproken hebben, dat als het gaat in het Torah-studie, dat de Chazara, het herhalen, van groot belang is. Dat is allemaal als het gaat over Torah-studie voor de persoon zelf. Als het gaat om het onderwijzen, de Torah, informatie overbrengen aan een ander, ook daar zijn de lippen van groot belang. Op verschillende manieren kunnen we dat benoemen of toelichten. Praktisch gesproken, eenvoudig. Als je iets wil overbrengen, dan moet je dat goed kunnen uitleggen. Je moet erover nadenken, hoe ga je dat overbrengen? Je kan zeggen, nou, ik ga eenvoudig gewoon een stukje voorlezen en de ontvanger moet luisteren. En dan zijn we er. Nou, dan is het niet arigats, wat hij is niet geordend. Dan is het niet goed gearticuleerd. Dan is het niet goed overgebracht. Dan is de kans dat men dat dat het goed overkomt en dat het opgenomen wordt, is natuurlijk kleiner. Als je van bewust bent wanneer je onderwijst, dat ieder woord ook opgenomen wordt, als het goed is, en dat de ontvanger daar dus mee verder als het ware aan de slag gaat, dan is degene die dat informatie overbrengt, zou die ook er goed zich van bewust moeten zijn, dat hij ook zeker weet dat ieder woord goed afgewogen is en de juiste informatie overbrengt en niet een ander misschien op een verkeerd spoor brengt. Ramban Nachmanides, uitgebreide en bekend, een brief geschreven voor zijn zoon met instructies en het Jodendom en belangrijke dingen. En een van de dingen die hij daar schrijft is, let op, je woorden zijn zoals een pijl. Op het moment dat het geschoten is, komt het niet meer terug. Dus als je het over hebt gebracht, iets hebt overgebracht aan een ander, de ander gaat daarmee aan de slag. En stel je hebt het dus niet goed geordend en je hebt de informatie niet zuiver of goed overgebracht, dan is de kans dat je het nog terug kan brengen, is er niet meer. Wat ook belangrijk is voor degene die onderwijst, is om, als je zegt, goed te ordenen, dat wil zeggen, kan je het wel goed ordenen? Je kan iets goed ordenen, probeer dat goed over te brengen, als je er goed op voorbereidt. Als je niet voorbereidt, uiteraard niet. Maar je kan je niet op alles voorbereiden. Waarom niet? Want als je informatie wil overbrengen, als je een shiur geeft, of een toespraak houdt, of wat het dan ook mogen zijn. En als er dan een vraag gesteld wordt, dan als de vraag direct aan het onderwerp verbonden is, dan is het makkelijk om daar een antwoord op te geven. Maar als het niet direct aan verbonden is, of als degene die shiur geeft, daar niet eerder bij stilgestaan heeft, hoewel het wel verbonden is aan het onderwerp, dan zijn we snel geneigd om te antwoorden. Want je wil graag degene die de vraag stelt, het kunnen uitleggen, zodat hij niet straks weggaat en niet volledig datgene waar hij voor kwam om te leren, en dat niet volledig heeft kunnen meekrijgen. Toch is de, aan de ene kant staat geschreven in, ik dacht niet vergissen, maar Baba Metzia, dat aan de volger van een shiur belangrijk is dat alleen over het onderwerp gevraagd wordt en niet over dingen die niet aan het onderwerp verbonden zijn. Dat is al de tijd van de Chachamim, van de geleerden in de Mishnah en de Gemara, die dus zulke een enorme kennis hadden, die we niet met de gemiddelde persoon vandaag, ook niet met de bovengemiddelde persoon van vandaag kunnen vergelijken, dus des te meer vandaag.
Toch gebeurt het dat er wel vragen gesteld worden die niet direct aan het onderwerp gerelateerd zijn. Het wordt verteld over geleerd uit de vorige generatie, Jegesko Abramski. En die was een gemara aan het onderwijzen, was een shiur aan het geven. En op een gegeven moment werd een van zijn talmidim, van zijn leerlingen, die had ja, op een gegeven moment niet zo heel veel geduld. Dat komt wel eens voor. En die wilde toch nog even tussendoor een vraag stellen. En die stelde dus een vraag. En die vraag was eigenlijk een opslok. Dat wil zeggen eigenlijk een soort tegenargument. Datgene wat Abramski, hoe hij de gemara uitlegde, maar deze leerling, die had een vraag die eigenlijk dat in twijfel bracht. Dus dat wel, is de benadering van Rabbi Abramski wel de juiste? En toen stopte Rabbi Abramski. En moet ik erbij zeggen, de leerling die zei, er is een andere citaat elders in de Talmud. En die citaat is eigenlijk in strijd met wat u nu zegt. En toen zei Rabbi Abramski, ik heb, dacht even na. En toen zegt hij, ik hoor wat je zegt. En het is inderdaad, lijkt op in strijd met wat ik dus nu heb verteld of heb geleerd. Maar ik was niet van plan om het hier vandaag over te hebben. Dus ik zal het op een ander moment zal ik het antwoord geven. Nou, dat soms als een groot geleerde om geen antwoord te kunnen geven of niet willen geven, dat misschien voelt het juist niet prettig. Dat voelt men in de verlegenheid gebracht. In de zin van, nou, weet je het antwoord niet? Maar Abramski zal vast het antwoord geweten hebben. Maar hij was er niet op voorbereid. Dus hij zag het niet als correct zonder ook de boeken erbij te halen en op te zoeken. Maar zeker van te zijn dat hij het antwoord geeft op een manier dat het 100% zuiver en correct is. Koos hij ervoor om niet te antwoorden. En toe te lichten waarom hij niet antwoordt. En zo, dit legt onder andere Rav Tversky uit in zijn verklaring op Pirkei Avot, kan ook betekenen arigat shvatayim, de verantwoordelijkheid als we een ander onderwijzen, en we kunnen allemaal op eigen manier wel eens een Torah-informatie aan een ander overbrengen. Dus aan de ene kant wordt gezegd, al ken je alleen een alf, dan kan je een alf aan een ander overbrengen. Ken je een alf en een bet, kan je de alf en de bet aan een ander overbrengen. Niet iedereen hoeft een groot geleerde te zijn, of een rabbijn te zijn, of een Rosh Hashiva, om Torah-kennis aan een ander over te brengen. Maar het is wel belangrijk dat datgene wat we overbrengen, dat we dat arigat shvatayim, dat we de lippen goed ordenen, dat we er goed over nadenken en dat tot zover als wij kunnen, want we zijn natuurlijk mens, we kunnen nog steeds fouten maken. Maar zover als we kunnen er zeker van zijn, zover als mogelijk, om ervoor te zorgen dat dat goed, correct wordt overgebracht. En dan hebben we de zuivere Torah die we overbrengen en die bij de ander wordt, wat bij de ander wordt opgenomen als het goed is. En dat is dus een van de, weer nog een punt die belangrijk is voor het overbrengen. Van het kunnen opnemen van Torah. Gaan we naar het volgende punt. En dat was Binat Halev. En begrijpen, overdenken. Ook hier zullen we dat toelichten voor jezelf en als het gaat om over te brengen aan een ander. Als het gaat over de persoon zelf voor zich, het begrijpen, overdenken, het is belangrijk om te benadrukken hier, dat de Mishnah zegt halef, het hart. En wat bedoelen we daarmee, binat halef? Nou, eerst het woordje bina, dat wordt ook uitgebreid in Tanja toegelicht, we hebben gogma. Wijsheid, bina, wordt dan vaak vertaald als Nederland kennis, inzicht. Dat wil zeggen, je kan een bepaald gedachte hebben. Iets, een onderwerp. Daar goed mee beginnen, dat in je op te nemen, daarover na te denken. Maar de eerste fase is het nog, zeg maar even, de informatie. Nog even heel zonder details. Je hoort wat en er is wat informatie. En dan moet je dat verder gaan uitwerken. Je moet dat meer stapje voor stapje proberen uit te werken van, klopt die algemene gedachte wel? Je kan een algemene gedachte krijgen, maar klopt die wel? Past dat wel bij A, B en C? Past dat wel? Komt dat wel overeen? Dus je gaat dat verder uitwerken. Dat is bina.
het begrijpen, door er te overdenken. Maar als het gaat naar halef, het hart, dat wil zeggen dat het intellectuele, dat er verbinding komt met het hart. Dat er verbinding gaat komen met het gevoel. Want het gaat om Torah, niet alleen een intellectueel, dus de kennis die we in ons opnemen, maar dat we verbinding gaan maken. Dus dat is de eerste. Dus ervoor zorgen dat we dat niet alleen als een heel. Nou, zoals mensen, ik geniet van Gemara leren. Het is zo'n geweldige intellectuele uitdaging. Prachtig. En dan? Is de intellectuele uitdaging? Is dat het enige wat wij in Torah-studie, wat we willen bereiken? Nee. Het gaat om die verbinding te maken. En dat wil niet zeggen dat je in ieder onderwerp in Gemara gelijk die verbinding kan vinden. Soms civiel recht is niet gelijk misschien een verbinding met het spiritualiteit van het Jodendom. Maar het is Torah. En de bedoeling is dat we die verbinding maken naar het hart halef. Dus binat halef, het overdenken, het goed begrijpen op een wijze dat er naar ons gevoel een brug gemaakt wordt. Naar het hart, ja. Ik zei naar het gevoel, naar het hart het gevoel. Ja, bedankt. En ik kan het ook zo zeggen. Je kan zeggen, nou, ik leer informatie over een mitzwa. De praktische kant, hoe ik die moet uitvoeren. En ook als ik het doe en ik ga het uitvoeren, maar het blijft een opdracht. En dan doe ik het. Ik ben verplicht om het uit te voeren, maar er zit geen gevoel bij. Heb ik het wel gedaan. Maar het is niet de bedoeling. Nee, het is, sorry, niet de bedoeling. Tuurlijk is het de bedoeling, maar het is niet de bedoeling dat het daarbij blijft. We hebben een paar weken voor Rosh Hashanah gelezen. Karov elecha hadavar me'ot. Het is nabij, het is dichtbij om de Torah te kunnen uitvoeren. Bevigha, je mond. Uwil wafga, en met je hart. En daarna laat om het te doen. Dus wat zegt de Torah? Als gaat de Torah, dan gaat het bevigha in eerste instantie om het te leren. Dat is met je mond, dat je dat je leert. Hoeveel wat gaat? Zorg ervoor dat het in je hart, je gevoel, daarbij betrokken raakt. Dat het niet alleen iets is van kennis. En al zou die kennis op plaatsen tot overgaan, tot uitvoeren, is ook goed. Maar probeer dat gevoel erbij te ontwikkelen. Want dan ben je er echt met een shomme bij betrokken. En dan wordt het een onderdeel, als het goed is, van je leven. Dus dat zo kunnen we uitleggen, binat halef. Mag ik dan een vraag stellen? Ja, je mag een vraag stellen, Lior. Als wij dan de smijster doen, dan zeggen we altijd, kon hem wat gaan, we kon hem schapen, kon hem zeggen, we kon hem niet dicht gaan. Ja. Om eerst het hart. Ja, maar één is niet in strijd met het ander. Is dat niet, maar de Shema Yisrael is niet per se een volgorde, denk ik. Okay. Dan moet ik heel goed oppassen, maar je stelt nu een vraag op iets wat ik niet heb voorbereid. Ja. Dus ik maak het mezelf moeilijk. Dus zonder zekerheid, want ik moet dan, maar ik denk uit mijn hoofd, en ik hou dus nu slag om de arm, dames en heren, dat de vraag die Lior stelt, we zeggen in Shema, we af dat Hashem ook echt begonnen wafga. Begonnen afscha, begonnen ontdekken. Dus het lef, het hart, wordt eerst genoemd. Ja. Überhaupt wordt hier geen Torah-studie genoemd. Dus dat zijn, je moet iedere zin apart bekijken. Waar gaat dat over en waar gaat hier over? Ja, dus dat denk ik, ga ik daar even bij laten. Ja, anders ga ik misschien dingen zeggen die voor het nakijken dat ik het verkeerd antwoord geef. Goed. Even kijken hoor, ogenblikje. Ja, je kunt het ook zo zien. We hebben net gezegd, Arigat Svatayim. De informatie die goed overgebracht moet worden in woorden. Kan je ook zien, dus de leraar, zoals we net hebben gezegd, die moet overbrengen. Kan je daarna zien de volgende, Binat Halef. Dus het begrijpen en overdenken. En dat het hart raakt, dat is dan de opdracht voor de ontvanger. Je kan luisteren naar de informatie. Maar
Je kan zeggen, de spreker kan je hart proberen te raken. Maar het is aan de ontvanger zelf om dat ook echt tot zijn hart te laten toedringen. Dat moet je zelf uiteindelijk moet je doen. Je kan ook een blokkade als het ware opzetten. Dan kan het de meest dynamische spreker zijn, de meest inspirerende woorden. En het kan ook zijn van, nou, maar het zegt me niets. Dus het is een opdracht, dan kan je zien als een opdracht aan de ontvanger. Zorg ervoor dat je dat ook ontwikkelt, dat je het laat doordringen. Dat je ervoor zorgt dat het ook je hart aanspreekt. Maar dan zou er misschien ook moeten staan begrijpend. Dat je ook begrijpend vertelt. Dat kan je het van Nederlands ook vertalen, denk ik, ja. Vertelt of ook begrijpend luistert en begrijpend ontvangt. Ja, het kan aan precies, alle... maar dat je ook luistert naar wat die ander kan bevatten aan kennis. Dus als je iets vertelt, dat degene aan wie je het vertelt, dat je ziet of hij of zij het begrijpt. Oh zeker, dat ook degene die de informatie overbrengt, goed moet opletten van, breng ik het over op de juiste manier, op het juiste niveau? Of spreek ik, Vertel ik het begrijpend? Ja, maar dat is dan weer terug bij Arigat Svatayim, kan je het ordenen van de lippen als het ware. Daar hoort dus bij, kan je ook samen weer brengen. Dus goed nadenken, breng ik het over op een manier dat het inderdaad begrijpend is voor degene die dat naar luistert. Oké, dank. Ja, op een blikje. Dus een Einstein die wist kunnen geven tot MBO. Ik wil nog wat ik zelf een mooie verklaring vind van een van, zoals jullie wel van mij bekend zijn, een van mijn favoriete verklaringen op wat van Rav Tversky Allah Shalom. En hij zegt, hij schrijft moet ik zeggen, dat hij begint eigenlijk met een vraag. De vraag die hij stelt is eigenlijk, klopt het eigenlijk wel om het hart hierbij te betrekken? Als het gaat puur om Torah-studie, om kennis, dan dat zit in het brein. Kennis zit niet in het hart. Zeg het woord bina, het goed begrijpen, overdenken, dat zit eigenlijk in het brein. Het zit niet in het hart. Het hart associëren wij normaal gesproken met gevoel en emotie. Goed, we hebben dus al net daar een verklaring over gegeven, maar ik breng de vraag nog een keer om te gaan naar het punt wat hij wil brengen. En wat hij zegt is dat zelf ook het intellectuele vermogen, ook ons brein, is niet vrij van bias, hoe zeg dat goed naar het Nederlands, immune to bias. Het Nederlands woord kwijt. Vooringenomenheid, ja. Of partijdigheid. Misschien, vooringenomenheid is waarschijnlijk beter. Ja, oké. Wat wil hij daarmee zeggen, is... hij zegt in de wereld van de wetenschap... is het niet ongehoord dat een wetenschapper zal bepaalde theorie hebben gevonden, uitgevonden, daarmee bezig zijn. Is het niet ongehoord dat ze, als er dan informatie komt die theorie daar vraagtekens bij stelt, bij zet, dat de wetenschapper dat negeert en verder gaat met het ontwikkelen van zijn theorie. Dat is eigenlijk niet logisch, want je bent bezig een theorie te ontwikkelen, die moet kloppen. En als die uiteindelijk niet klopt, dan ben je verkeerd bezig. Maar hij schrijft dus, het is niet ongehoord dat een wetenschapper zal een bepaalde theorie ontwikkelen en argumenten, die eigenlijk hem even aan het denken zouden moeten zetten van, klopt het wel de richting die ik opga? Dan gebeurt dat, dat genegeerd wordt. En dan zegt hij dus, dat is niet per se een bewuste keuze om te negeren. Het kan zelfs zijn dat het onbewust is. Dus die wetenschapper is
oprecht bezig met zijn onderzoek. En toch negeert hij of zij een argument wat dat onderzoek in twijfel stelt. Oké. Okay. Mag ik nog wat zeggen? Ik heb hier staan intuïtief begrip. Is dat misschien iets... Want het, intuïtief, dat is ook niet helemaal alleen maar... intellectueel. Intuïtief komt ook gevoel of ervaring bij. Mm-hmm. En welke vertaling heb jij benieuwd? Welke uitgave? Ik heb dat hier in Pirkei Avot van Dasberg staan. Oké, okay, ik had vandaag intuïtief gehaald. Maar toen zag ik Dasberg bij een andere vertaling hetzelfde doet als de vertaling die ik hier heb. Dan heb ik niet doorgelezen. Maar... Ja, ik begrijp dat het is want meer... Ik kijk bij Emave hier aan. Komt in de buurt. Oké, okay, maar dank voor de aanvulling. Ben ik even kwijt waar ik was. Ik ben even het verband kwijt, zelf even kwijt wat nou met Bina te maken had, dat Raftwerski schrijft. En nog een blikje. Okay. Dus waar we naartoe gaan is dat het kan zijn dat het gevoel wat een wetenschapper wil natuurlijk heel graag dat zijn theorie, dat hij dat kan waarmaken, dat uiteindelijk resultaat zal boeken. Dus daar zit een gevoel bij. En als hij dat gevoel, dus dat zit in het hart, onbewust toch laat meeregeren, zal ik dan maar even zeggen, laat meebeslissen, dan kan het dus zijn dat hij niet handelt zoals hij intellectueel zou moeten handelen. En zo legt de Raftwerski uit, bebinat halev, dat ook dat vanuit het hart komt, het gevoel en emotie wat misschien hem verkeerd zal gaan sturen, om daar ook goed te overdenken, om daar ook van bewust te zijn, in controle te zijn, dat niet het gevoel overheersend gaat zijn over datgene wat hij of zij intellectueel zou willen bereiken. Hij brengt een voorbeeld en zegt dat, dus in andere woorden, men moet openstaan op het intellectuele niveau voor kritiek, voor vragen. Want als niet, dan is het, misschien, hij schrijft dat niet zo, maar een soort tunnelvisie van gaat één richting op en er komen geen andere mogelijkheden meer. Dat kennen we natuurlijk in de Gemara, in Mishnah moet ik zeggen, en daarna in de Gemara, dat er veel meningsverschillen zijn tussen Bet Hillel en Shammai, en daarna Bet Hillel en Bet Shammai. En nog een blikje even de stekker erin zetten, zodat de accu niet leeg gaat. Kijken of we nog stroom hebben. Nou is het zo dat over het algemeen de halacha gaat volgens Hillel en Bet Hillel. Er zijn uitzonderingen, maar over het algemeen staat geschreven de halacha is volgens Bet Hillel. Dan de Gemara staat geschreven, wat is de reden waarom of waar onderscheidt Hillel zich mee van Shammai? We weten algemeen dat Shammai was strenger en Hillel was minder streng. Maar de Gemara brengt een aantal punten. En één daarvan is inderdaad, ze waren wat makkelijker, in wat minder streng. Maar een ander punt, en dat is wat belangrijk is voor het onderwerp van vanavond, is dat in het Leren Bet Hillel, wat betekent Hillel was de geleerde Hillel en Shammai was de geleerde Shammai. Vaak kom je tegen Bet Hillel of Bet Shammai, letterlijk Bet het huis van. Het huis van Hillel, het huis van Shammai, daar ben je mee wordt bedoeld, zijn yeshiva. Zijn leerlingen en degene die zijn lijn volgden. Dus de volgelingen van Hillel, de volgelingen van Shammai, zo dat kan je vertalen. Nou, wat uniek was bij Hillel over Shammai, of bij Bet Hillel over Bet Shammai, dat de mening, de opvatting van de ander, werd altijd eerst onderwezen.
werd eerst gebracht. En daarna kwam de eigen opvatting. Dus dan werd een bepaald onderwerp behandeld. Dus dan werd er een bepaalde halacha ter discussie gebracht. En dan werd er eerst gezegd, dit is de mening van zo, dit is de mening van die. Dus in dit geval is de mening van Shammai of als van de andere geleerden wat hij er anders over dacht. En uitleggen waarom hij daar zo over dacht. En daarna kwam dus Bet Hillel, of daarna de volgende generatie zijn volgelingen, zeggen, nou, en er is nog een opvatting, en dit is zo en zo, en dat is onze opvatting. En daarna werd er verder over gediscussieerd en kijken van waar blijft, welke gaan we blijven, zullen we uiteindelijk volgen. En zo wordt dus gezegd in de Gemara, dat uniek wat voor Bet Hillel en Versky legt dus ook uit. Dat is dus een, wat is daar uniek aan? Dat je alle opvattingen die niet je eigen mening zijn, eerst laat spreken. Dus er is nog niet een soort gevoel in het hart dat je je eigen gelijk wil krijgen. Of je eigen manier van denken wil kunnen onderbouwen. Want die heb je nog helemaal. Je hoort verschillende opvattingen. En je eigen opvatting komt pas aan het eind. En daarna ga je het nog verder bestuderen. Dat, hoe zeg je, je eigen komt aan het eind. Ze hadden dus al een eigen opvatting. Maar toch, als het gelernd werd en het werd herhaald en het werd nog in discussie gebracht. Eerst beginnen we met de mening van waar we het vooralsnog tenminste anders over denken. En vaak ook anders over blijven denken. Maar die komt toch eerst. Dus intellectueel, het bediscussiëren was niet je eigen mening eerst. Als je eigen mening eerst komt, dan is het moeilijker om dat gevoel van die betrokkenheid, dus het gevoel van daar zit ook mijn hart bij, dan wil je het gaan je tussen aanhalingstekens je gelijk gaan krijgen, gaan bewijzen. Dat heb je nog niet. Dan is de kans groter dat je zuiver tot een juiste beslissing komt. En zo legt dus Rav Tversky uit, bebinat halef. Dus we hebben allemaal een hart en we hebben emotie. En als we dus een bepaalde manier op een bepaalde manier gaan leren en een richting op willen gaan en daar mijn gelijk voor willen krijgen omdat mijn gevoel daar op die manier bij zit, dan is het niet gegarandeerd. Dat is natuurlijk nooit een garantie, maar dan is er een risico dat ik er uiteindelijk het niet zuiver intellectueel. En nog, we zeggen de hele tijd, we moeten juist het gevoel erbij hebben. Maar we hebben het nu over de, gewoon de betekenis te kunnen begrijpen. Als het gaat over halacha, dan is het nog belangrijker. Want we moeten zeker weten dat we het op de juiste manier interpreteren. Als het gaat om interpretatie van de halacha. En daar dus het hart ervoor zorgen. Want we hebben dat hart. Ervoor zorgen dat dat bebina is. Dat we dat goed overdenken. Dat we goed daarover nadenken. En dat dat niet vanuit het hart gestuurd wordt. Maar juist dat we dat gevoel van het hart als het ware beheersen en dat dat niet gaat heersen. Het is 9:05. Ik ga de vloer openen voor vragen, als die er zijn. Eventjes de recording stoppen. Hopen dat het gelukt is. Stop. You want to stop the recording to the cloud? Yeah, I want to stop it. Toch, dat is niet. Ja.